Iedere keer als ik antwoordde, dan werd die mens wat bleker. Ik dacht, zelfs krijgt hij nog een attack. Dat is een vakmanier die wil deerhalen van zijn werk. Ik geef toe dat ik mijn kennis nog wat moet bijschaven, Luxke. Ja, het zal dan toch een speciaal schaaf moeten zijn, want als je het verschil niet kent tussen een condensator en een verdamper. Eigenlijk, hè, ben jij een heel toffe gast. Zo'n feestje zal u goed doen, zeker als Jenny er ook is. Ja, hè. En ondertussen, hè, jij hier zitten kniezen? Ik zal werk genoeg hebben met mijn koffers. Ik ga mee met onkel Carlos naar Belize. Grapje, hè? Je probeerde mij eens goed door te trekken. Het is geen grap. Maar fijn, wat heb je toch te zoeken in dat Belize? Rust en ontspanning. En uw praktijk? Je gaat uw praktijk ruïneren. En die van papa erbij. Mogen dokters niet op vakantie gaan? Vakantie? Het is uw probleem met Lou, ja. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Nee, je wilt er van weglopen. Maar dat lost niks op, hoor. Ik ben doodop, ik wil eruit. En hoe lang gaat dat folieke duren? Dat weet ik nog niet. Maar zeker niet langer dan een maand. En mams, Anne is toch wel toe aan vakantie, zoals zij de laatste tijd gewerkt heeft. Ja, ja, jij moet nog een beetje steunen, dat zeker. Maar fijn, gewoon vakantie, big deal. Wat is nu het probleem? Ze kan bij mij logeren en ik zal heel goed voor haar zorgen. Huh? Jij moest zwijgen, jij. Het is weer eens allemaal uw schuld. Ga je nog mee iets drinken? Nee, nee, bedankt. Heb ik u afgeschrikt misschien? Nee, tenzij dat je zou veranderen in een vampier. Ja. Allee, eentje, we maken het niet te laat. Nee, ik ga naar huis. Oh, zeg, flauwerik. Mag het niet van thuis misschien? Jij hebt problemen met Rosa, hè? Pardon? Nee, niet met Rosa, maar met jezelf. Jij stelt u aan, weet je dat? Wat wil je eigenlijk bereiken? Ik wil gewoon samen als collega's eens iets gaan drinken. Het zijn jij die er zo'n spel van maakt, hè? Nee, nee. Het gaat over meer dan dat. Allee, leg me dat dan eens uit. Dat weet je zelf meer dan goed genoeg. Oh, toch niks op tegen dat ik alleen iets ga drinken? Nee, natuurlijk niet. Maar dan moet jij wel helemaal te voet verhuizen. No problem at all. Jij beseft zeker niet hoe ver dat is. Ik denk niet dat er hier veel bussen rijden. Het schijnt dat dat gezond is, zeg. Allee, ik zal me goed dat maar eens laten spreken. We zetten nu wel even af. Maar dat doe ik niet voor iedereen, dat besef ik al. Bedankt. Oké. Het is allemaal mijn schuld. Dat jij je dan beter voelt. Jij stookt mijn kinderen op tegen mij. Ja, dat is waar. Nog iets? Eerst heb je Tom zijn hoofd zot gemaakt met dat managergedoe. En nu trekt je Anne weg naar haar praktijk. Dat is niet waar, mama. Ik heb die beslissing zelf genomen. Ja, en ik ook. En Carlos heeft hoogstens een beetje raad gegeven. Kunt jij nu eens nooit op een andere manier reageren? Maar bezie dat nu toch eens. Allemaal tegen mij. Ik kan het blijkbaar maar op één manier doen, dat is de verkeerde. Ja, wij zeggen het gewoon, zoals dat is. Weet je wat, hè? Trekt uw plan. Ik bemoei er mij niet meer mee. Maar als er één van jullie zich nog ooit durft bemoeien met mijn leven, pas op. En jij zeker. Ja, wat, hè?
Zo erg had ik het niet verwacht. Goh. We zijn het al gewoon. Laten koelen zonder blazen. Vooral niet blazen. Pak de vervolg deze cijfers. Zeg, je toch gezien dat ik weer gewonnen heb? Nee, ik wil Frank zijn nummer zouden. Dat brengt ongeluk als je dat zomaar ineens verandert. Wat denkt jij ervan, madame? Zwijg me van de lotto, jongen. Ik had daar in mijn gazettenwinkel last genoeg mee. Potverdorie, lekker, hè? Heb je er nog zo eentje? Lasse, als je dan toch niet boven wilt slapen? Ella, hola, nee, dat kan niet, hè? Ja, maar kom, het is het een of het ander, hè, Simon. Ofwel slaapt u bij Martin in hetzelfde bed, ofwel slaapt op de zetel, hè? Permitteer dat ik iets zeg, maar volgens mij pakte jij dat probleem verkeerd aan. Oh. En hoe moet het dan wel aanpakken? Anders? Anders? Dat is het, hè? Jij wilt dus niet bij madame hier slapen? Nee, want het snurkt gelijk een olifant. Zeg, en dan dat vroeten. En jij wilt dat wel? Allee, andersom dan. Jongen, ik ben nog van een vorige generatie, hè. Wij hebben geen luxe genoeg gekend om lastig te doen. Jij wilt dus bij alle man slapen? Hela, 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 zeg, let eens op je woorden. Allee, wat wilde u eigenlijk zeggen? Wel, dat is toch simpel? Jij slaapt bij Florke in het grootbed en Simon slaapt alleen in het klein. Nee, die vlieger gaat bij mij niet op, hè. Ah, maar dat vind ik nog niet zo slecht gedacht. Wat, geen sprake van. Daarbij, ik kan niet slapen in een bed dat ik niet gewend ben. Ja, en ik ben die zetel niet gewend. Maar Simon, het is toch niet voor lang? Daarbij, jij hebt al in zoveel bedden geslapen. Allee, kom aan. Zijn we ermee weg? Ah. Je bent toch nog opgebleven? Nee, ik ben niet opgebleven. Ik ben nog op. Ja, dat maakt een groot verschil. Jij bent zo vroeg terug? Ik ben niets mee gaan drinken. Als dat is wat je wilt weten. Was het zo erg? Of was zij zo erg? De cursus was heel interessant. Maar zij heeft er geen fluit van verstaan. Pas maar op, want je gaat nog zien. Je gaat ze nog bijles mogen geven ook. Dan gaat ze mij betalen, ik zweer het. Zeg, Jenny heeft gebeld. En ze heeft gevraagd of wij morgenavond naar het verjaardagsfeestje van de Lou komen. Ah, zou mij wel aanstaan. Mij eigenlijk ook. Dan zie je mij nog eens in iets anders dan in mijn werkte nu. Hè. Dan kun je nog eens ogen trekken. Krijg ik niet genoeg aandacht, misschien? Dat mag altijd ietsjes meer zijn. Ja. Is het soms een beetje jaloers? Heb ik daar reden toe? Zit hier toch bij u? Ze verdomme treiteraar. Moet ik er een tekeningetje bij maken of zo? Voor mij is er altijd maar één geweest. En niemand krijgt me hier nog weg. Claudia Schiffer niet, Leontini. Nog maar geen kanon. Is dat een feitelijk juist? Ons moer schoonzuster. En die blijft hier logeren? Och, dat mens is alleen, die verveelt haar eigen, ik versta dat wel. Alleen als haar een tetter maar is hield. Mijn ex was ook zo. Altijd maar kletsen en nog het liefst over de telefoon. Dat was iedere keer een rekening. Ik wist ik niet dat jij gescheiden werd? Ik klap daar met niemand niet over, ook niet. Alleen maar ja, omdat ik graag met je over zo'n dingen klap. En hoe is dat dan gegaan? Dus er van onder gemozen met mijn beste vriend. Allee, met mijn beste vriend, die dan mijn beste vriend was, voordat de Frank mijn beste vriend was. Het schijnt dat dat nog gebeurt, hè, zo. De vrouw er vandoor met een beste vriend. En je mag dat niet afkeuren, hè, Simon. Als dat zo moet zijn, dan is dat zo, hè. Allee, stel dat jij het nee, niet zo goed niet meer ziet zitten met Frank. Oh, maar dat gaat niet gebeuren. Ik had er geen beter kunnen tegenkomen dan Frank. Maar je mag toch regelmatig ruzie, hè. Daar blijf je vindig van. En als je het dan achteraf weer bijlegt. Gemakkelijker is het toch niet, hè? Het is stilletjes waar dat nooit waaide, Rudy. Ja, Frank.
Maar dan zie ik graag naar de andere vrouwen ook. Hè. Zien, dat mag. Maar niet aankomen. Maar het drinkt veel pinten, hè. En schijnt dat dat niet goed is voor... voor in bed. Oh, maar daar heb ik geen klagen over, zin. Frank heeft daar absoluut geen last van. Allee. Ik ga die zetel maar eens uitproberen, zin. Ja, als het te erg wordt, dan kun je nog altijd bij mij komen slapen. Ik bedoel, in mijn huis. Ik heb er nog een logeerkamer. Merci, Rudy, maar het zal wel gaan. Ik val nu al op van de slaap, zeg. Hey, slap wel dan. Mm. Wat doe je nu? Ik kon het niet laten. Gelukkige verjaardag, Lou. Bedankt. Jenny. En je bent al gevierd, zie ik. Ja, ja. Ontbijt op bed. Veronique, je hebt dat hier toch niet aan de grote klok hangen dat ik verjaar, hè? Maar natuurlijk wel. Jij wordt gevierd vandaag. Ja, ja, maar al die druk rond de verjaardag, ik heb dat toch niet graag, zo. Je begint je toch nog geen zorgen te maken over je leeftijd, hè? Ik verjaar niet graag niet meer, zin. En ze zullen mijn verjaardag ook niet te weten komen. Allee, dat is toch niet zo moeilijk, hè, Jenny? Gewoon een slimme vraag stellen aan Bianca. Enfin, verjaardag of niet, ik moet werken vandaag en het wordt een heel indrukkende dag. Oh, Harry, kom je werken? Het is uw toer toch niet vandaag? Ja, jawel, jawel. Ik heb het even verkeerd voor. Het wordt tijd dat je zei ook. Weer al 5 minuten te laat. Enfin, bon, mensen, ik moet werken. Salutjes, binnen mij. En als ik vrij ben, dan kom eens goed uit, hè, jij en ik. Het is toch een heel ander gevoel, hè, als het einde in zicht is. Amai, ik tel alle dagen af, hè. Ik hoop alleen maar dat mijn kalendier niet naar de concurrentie is gelopen. Kijk, Simon. Dat zie ze zien. Ze denkt dat ik niet uit mijn kop mag. Zou daar dan een reden voor zijn? Maar nee, waarom? Mevrouw, de kinderen. Maar kan ik u niet gezien? Waarom zeg je niks? Nou, maar je zat zo ver. En je weet ook dat je niet mocht roepen. Maar zeg, flauw plezant, we hebben al maar een uurken en dan laten mij dan nog zitten schilderen. Suske, ik mag toch eens lachen, hè. Dat is het enige dat ik hier nog heb. Allee, kom hier. Kom eens hier. Hey, Bouwman, zeg, stop eens met die intimiteit, hè. Verdomme, die moet zijn eigen met alles moeien, hè. Allee, ga zitten. De champagne is toch besteld? Jawohl. Dat werd heute Nachmittag abgeholt door Untersturmführer Harry Mujatz. Yes, sir. Ja, en brengt dan nog gewoon wat extra zalen mee voor extra. De toosjes. Verwacht je veel volk? Ja, ik heb er veel gevraagd als die allemaal komen. God, ja, Harry. Ben Rebecca vergeten te bellen. Ik kan die toch niet overslagen? Het is een heel goeie vriendin van Lo. Mij hoorde niks zeggen. Nee, maar ik hoor je denken. Oei, dan gaat Ingrid misschien ook komen. Ja, kom aan, zeg het eens. Wat moet ik daarmee doen? Niet over piekeren, belt Rebecca op. Zeker weten? Rebecca moet niet de dupe worden van mijn situatie. Ik wil maar even zeggen dat ik er niet zal zijn met alle tijden. Probleem opgelost. Dat wil zeggen dat Ingrid ook niet komt. Soms kan het leven toch simpel zijn, hè? Ja, soms wel. En hoe is het nu met uw baby? Hou er de moed zo wat in? Ja, ja. Ik zit alleen maar een beetje te denken aan mijn werk. Allee, ik wil zeggen dat ik nog werk kon hebben als ik hier buiten kom. Uw klanten weten toch dat jij goed werk levert? Ja, maar het is maar dat ze weten dat ik hier... Het is tijd, ja. Het is maar dat ze weten dat ik hier gezeten heb. Hè. Als je die stempel hebt, dan ga ik dat niet meer kwijt. Hè. Ik zal ik u eens iets zeggen, ze. Daar moet jij je nu eens juist niks van aantrekken. Dat zeg jij, ja. Dat zeg ik, ja. Want uw Simonneke heeft dat allemaal gearrangeerd. Gearrangeerd? Hoe dat? Ik zeg niks meer. Kom on, Simon zegt dat. Nu zal ik je eens laten wachten, ze. Maar ja, dat is tof, Jenny. Ja, oké. Okay. Zeg hem bedankt, hè. Jenny heeft ons uitgenodigd voor het verjaardagfeestje van Lou, deze avond. Oei. Ik denk niet dat dat zo'n goed idee is voor mij.
Maar jij moet zeker gaan. Dan zit jij hier wel alleen, hè? François komt mij al om te gaan eten. Het gaat echt wel goed tussen jullie. Heel goed. Alleen hou ik mijn hart vast als hij terug naar Frankrijk vertrekt. Heb je dat dan nog niet besproken? Ik weet eigenlijk niet wat dat François wil. Wil hij nu een latrelatie of wil hij dat ik mee ga naar Bordeaux? En weet madame Ingrid wat dat ze wil? Je hebt gelijk. Ik weet zelf ook niet wat ik van deze relatie mag verwachten op lange termijn. Ik leef echt van dag tot dag. Pas op, en dat is niet van mijn gewoonte. Ja, je hebt het echt wel serieus zitten. Maar als ik van u was, zou ik er toch zo rap mogelijk met François over praten. En als je voelt dat dat niet gaat, dan zit er iets serieus scheef. Bij hem, bij u, bij alle twee. Oh, ja, meneer de therapeut. Kom, ga maar gauw joggen. Ja. Je zei me toch niets ontwijs maken, hè? Het werk ligt niet stil. Uw klanten worden bediend. Door wie? Door Osmo zeker? Ik zie die al buizen plooien en sonderen. Je kunt het niet graaien, hè? Nee, Simon. En je zou het graag weten, hè? Ja, Simon. Het is per dag heel simpel. De Rudy. Wat? Ah, je zat toch zonder werk, dus heb ik hem uw werk laten overnemen. Dus pakt hem ook de poen? Maar nee, slimmeke. De klanten betalen aan mij en ik geef hem 400 frank per uur. En is de Rudy dan mee content? Ah, het is in het zwart, hè, Frank. Dat is toch een schoon bijverdienste bovenop zijn dop. De Rudy, dat is toch een echte maat, hè? Daar kun je tenminste op rekenen. En lijn op mij dan. Ook, ook. Je hebt dat heel goed gearrangeerd, zusje. Allee, kom hier. Ah. Dat is hier geen zagen, Meelsen, hè. Nou, Bianca, Rambroke. Frank, houd je koest, hè. Doe dat alsof dat er lucht is. Ik moet hier buiten ook doen een ongeluk. Frank, houd je kalm alstublieft. Blijf gerust zitten, maat. Dat stinkt je putang nog stront. Precies of zijn putken aan het kuisen. Nou, dat lijken alstublieft. Feestje vanavond. Ja, voor wat? Nee, omdat je valiezen al zag klaarstaan. Ah. Ga ik toch niet weg zonder Jenny, dacht te zeggen. Ik ga alleen niet lang kunnen blijven. Hey. Breng je wel naar avond, hè? Maar nee, dat moet niet. Pak ik wel een taxi, anders moet jij ook weg van de feest. Ik wil dat doen. Trouwens, ik kan daarna toch terugkomen. Alright! Zeg, wat ons Anne allemaal in haar valies propt. Die gaat meer dan 20 kilo hebben. Je gaat dat zien. Dat betalen we bij. Allee, ik breng jullie naar Zaventem straks. Oké. Okay. Jij kwam vanavond niet naar dat feestje? Nee, ik blijf bij mijn dochter. All right. Straks dan, hè. Ja. Bon. Ik ben op tijd terug. Die dat je Jenny niet te veel overstuur maakt. Nee, tot straks. Was Rosa gisteravond nog op? Dacht dat dat privédomein was. Ik wist dat je dat ging zeggen. Jij bent soms zo voorspelbaar. Leontien, dat moet je nog allemaal af, hè, vandaag. Maak eens zien. Nee, ik kan het alleen af. Ja, maar geef mij dat anders maar. Leontien, ik ben eraan begonnen. Ik zal het afmaken ook, oké? Okay? Oei, oei, oei. Zeg, Luc, ik wil u helemaal niet op de zenuwen werken, hè. Ik wil gewoon gezellig samenwerken, dat is al. Ik wil alleen mijn job goed doen. Wat lachen, dat kan erbij, maar ik wil in de eerste plaats mijn job goed doen. Ja, maar ik ook. Zeg, kun jij mij niet wat bijlessen geven in die airco-cursus? Wat krijg jij nu? Niks.
wist dat je dat ging vragen. Jij kunt toch soms zo voorspelbaar zijn, hè? Amai. Wat is er? Ik wil mijn knappe dochter gewoon eens bekijken, dat is al. Je vindt het toch niet te, hè? Schattekje, je ziet er schitterend uit. Ik ga er vanavond eens goed in vliegen. Dat is goed. Mijn vrolijke Bianca is aan het terugkomen. Je ziet toch die therapie, die helpt. Carlos. Oh, ik ben blij dat je gekomen bent. Speciaal voor u. Ja. Kan je studeren? Niet op zo'n speciale gelegenheid, hè. Ziet er anders speciaal uit. Hallo. Knap. Hey, dankjewel. Dag, Top. Hey. Bianca. En? Is het feestvarken er nog niet? Je zit nog bij de echte varkens. Hopelijk toch niet meer voor lang. Hij is er. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lou. Happy birthday to you. Hip, hip, hip. Hoera! Hip, hip, hip. Hoera! Hip, hip, hip. Hoera! Hey, champagne! Hey, niet allemaal tegelijk, hè. Hier. Zeg, Luc, ik meen dat van die bijlessen, hè? Ik weet het. Ja, maar hey, je hebt mij nog geen antwoord gegeven. Ik zal er u voor betalen. Ik wist niet dat ik zoveel humor had. Nee, nee. Maar Rosa en ik hebben dat gisteren voorspeld. Wat dan? Dat jij mij ging betalen om je bijles te geven. Allee, zeg. Nee, je moet het u niet aantrekken, want driekwart van de klas heeft het niet verstaan. Ha, ha, ha. Zeg, waarom vraag je dan niet aan dat fenomeen van gisteren aan die François? Waarom? Ah, die heeft toch een auto. Met airconditioning, veronderstel ik. Hij weet er misschien meer van. Oh, bij lange niet. Ja, ik kwam hier nogthans als een heel frisse wind binnen. Zeg, het is morgen al de tweede les en ik heb dat eerste deel nog altijd niet onder de knie. Oei, oei. Allee, kom. Maar, 1 uur, hè. Waar waren we? Vooral deze. Ja. Nee, nee, ik heb er nog. Goed begonnen is half gewonnen. Zeg, de stemming zit er alleen, hè. Lou was blij, hè. Heb jij zijn gezicht gezien? Dat feest wordt een succes. Een groot succes. En daar zal ik wel voor zorgen. Kijk, en dat zijn de twee elementen die altijd terugkeren. En dat maakt nu juist verschil uit tussen een condenser en een verdamper. Ah, ja, ja, ja. En dat is verstaan. Toch al meer dan in de les, ja. Ja, ik weet het, het is niet gemakkelijk. Nee. Het is genoeg voor vandaag, zeker. Dat is de eerste en de laatste keer, hè.